mensen. Goedemorgen. Het is vandaag 8 december. Woensdag 8 december. En nou ja, welkom dan allemaal bij mijn eerste officiële filmpje. Dit is wel echt mijn allereerste officiële filmpje. Ik zal even vertellen in het kort wie ik ben. Wat ik van plan ben om te gaan doen met het opnemen van deze filmpjes. En ik ga jullie in ieder geval even meenemen naar mijn dag voor vandaag. Nou, ik ben Chanella, 37 jaar, 4 kids. Dus die zullen ook wel echt vaker langskomen. Of in ieder geval onderwerpen, hè, noem maar op. In mijn filmpjes die ik dan ga delen via YouTube. De reden dat ik dit ga starten is omdat ik al een enig tijdje geleden filmpjes deel via Facebook of live ga. Of in ieder geval mensen, mijn family en friends meeneem als ik op reis ga. Nu gaat dat wel nu even een beetje lastig met de hele corona kwestie. Maar goed, hopelijk, ik kijk er gewoon positief tegenaan. En hopelijk kan dat allemaal binnenkort weer. En dan zal ik zeker jullie ook meenemen op mijn leuke reisjes. Om even weer terug te komen op de dag van vandaag. Nou, vandaag staat er eigenlijk iets heel positiefs op de planning. Tenminste positiefs, ja, hopelijk wel. En ook iets heel leuks. Wij gaan vandaag, Jaden en ik, wij gaan naar de Linda. Want het komt er eigenlijk op neer dat wij dus zijn gevraagd voor een artikel, een interview die wij dus onlangs hebben gedaan. En vandaag is daarvan de fotoshoot. En ik ga jullie zo even toelichten wat het onderwerp is. Maar goed, om even te starten bij mijn dag. Dus ik ga jullie gelijk even meenemen bij mijn opstart van de dag. Nou, opstart, wakker geworden. Ik ben lekker gaan douchen. Kopje thee gedronken in de ochtend. Dat is gewoon mijn ochtendroutine. Daarna ga ik dus naar boven en dan doe ik gewoon lekker uitgebreid mijn tijd nemen. Gewoon echt mijn me-time qua verzorging. Lekker dagcremmetje, een oogcremmetje, noem maar op. Mijn haren even doen, zodat ik in ieder geval de dag fris en fruitig kan gaan starten. Nou, dan kom ik vervolgens naar beneden en dan ga ik de lunchpakketten klaarmaken voor de kinderen. En intussen tijd, ja, begin ik al met wekken tussen 6:30 en 7:00. Nou, was Jaden, die dus vandaag meegaat naar de fotoshoot. Nou, de fotoshoot is dus ook voor hem. Was eigenlijk heel erg aan het tegenstribbelen, had er allemaal geen zin in, wilde niet naar school en bla bla bla, een hele hoop gezeur. Nou ben ik een moeder die gewoon echt op de feiten staat van, hey, jij moet gewoon naar school. Jij hebt wat te leren, dus hup je bed uit in bad en jij gaat gewoon lekker naar school. Nou, vindt hij natuurlijk niet leuk, dus dan heb je daar weer even af en toe, hè, soms een discussie, word je ook niet vrolijk van. Maar goed, het hoort allemaal bij kinderen. Maar gelukkig was de jongste, Zion van 6, die was heel vrolijk. Die wordt eigenlijk bijna nooit met een ochtendhumeur wakker. Die komt altijd heel vrolijk naar beneden en is ook al lekker aanwezig. Super positief en nou, dat is dan even het zonnetje in de ochtend. Het zonnetje in huis in de ochtend. Het zonnetje schijnt nog niet, maar dan komt Zion naar beneden en dan begint het zonnetje te schijnen. Dus dat is eigenlijk ook weer heel positief. En mijn dochter van 11, Shelly, die is ook heel vaak lekker vrolijk in de ochtend. Heel erg bezig met zichzelf. Die is nu ook echt aan het puberen. Dus haartjes doen en noem maar op. Heel erg met uiterlijk bezig. Die vindt dat nu echt heel erg belangrijk. Zit ook echt in die fase. Ook een moeilijke fase. Maar goed, daar kan ik nog doorheen kijken en overheen kijken. Hè? Heb jij je tijd nodig om je even lekker op te tutten? Prima, maar dan sta je ook even wat eerder op. Zodat iedereen eigenlijk om 7:45... Nou ja, de ene dan om 8:00 en de rest om 7:45 lekker kan gaan vertrekken. De oudste van 16, Brooklyn, nou die is helaas ziek, dus die is al een tijdje niet naar school gegaan. Daar ga ik in een ander filmpje, in een andere vlog zal ik daar wat gedetailleerder op ingaan. Dus ik ga dit allemaal in etappes doen en elke keer gewoon lekker nieuw onderwerp. Of een discussie, of ik neem jullie mee in mijn dag, of ik neem jullie mee op reis. Nou, het kan van alles zijn. Of bijvoorbeeld met mijn vriendinnen of iets. Het kan van alles zijn. Ik laat het ook gewoon lekker in zijn beloop. En we zullen het allemaal zien hoe het gaat verlopen met al deze filmpjes. Maar goed, ik heb een nieuwe camera aangeschaft.
Voorheen ging ik altijd live met mijn telefoon en dan lekker live gaan op Facebook of een filmpje posten op Facebook. Maar goed, ja, mijn telefoon was toch gevallen in Suriname laatst. Afgelopen zomervakantie, toen we daar op vakantie waren. En ja, hup, weg voor camera. Dus dat was ook eigenlijk de reden waarom ik geen filmpjes echt meer ging delen. En ik heb nu wel een andere telefoon. Maar goed, dat is dus een Oppo A-whatever. Maar goed, die heeft geen goede camera en ik gebruik hem. Maar goed, het is omdat ik gewoon bereikbaar moet zijn. Dus vandaar ook even op die manier dat ik op deze manier ga filmen. En het beeld ziet er ook veel beter uit. En nou, super tevreden ben ik. Maar goed, ik ga even ophouden met lullen over mijn camera. Ik wil jullie gewoon vandaag meenemen in mijn dag. Nou, wat ik dus al eigenlijk verteld had zojuist, is dat we vandaag naar Linda Magazine gaan. Nou, we gaan straks om 4 uur staat de afspraak. Gaan we naar Amsterdam West, naar de studio. En dan hebben we een fotoshoot, Jaden en ik samen. Maar het gaat uiteindelijk gaat het om Jaden. Ik zal jullie heel in het kort, heel beknopt gaan vertellen wat het onderwerp is en waarom hè, dit project en hoe het is ontstaan. Nou ja, ik ga het heel beknopt vertellen, want het ligt bij mij nog heel gevoelig, super emotioneel. Het is echt een donkere dag in mijn leven geweest die ik niet altijd of het liefst niet naar voren wil halen. Dus ik zal er op een ander moment een uitgebreid filmpje over maken en ook niet zo'n uitgebreid filmpje, maar iets gedetailleerder. En dan zal ik er even uitleg over geven. Maar goed, een aantal maanden geleden, in de maand mei, was voor mij een hele donkere dag als moeder. Ik stond op en zoals gewoonlijk, wat ik jullie net al verteld, mijn dagroutine. Hè, lekker douchen en dan kom ik naar beneden, een kopje thee drinken, even mijn verzorging doen. Ja, en dan staat er om 6:30 politie op je stoep, voor je stoep. En met de mededeling, ja, wij houden Jaden aan voor poging tot doodslag. Jaden, destijds 12 jaar, is nu 13. Is dus eigenlijk heel grof uit zijn bed gehaald. Mentaal gewoon heel grof, zo niet netjes. Die jongen die was aan het slapen. Had de dag daarvoor al iets super naars meegemaakt. Was getuige geweest van een steekincident. Uiteindelijk is hij dus aangezien voor dader. Super bizar. Maar goed, ik ga er gewoon niet gedetailleerd op in, omdat dat voor mij nog gewoon zo gevoelig ligt. En als ik erover praat, komen alle gevoelens en alle emoties gewoon weer terug, net alsof het de dag van gisteren was. Dus ik wil het liefst vandaag in ieder geval niet gedetailleerd gaan vertellen. Maar goed, uiteindelijk meegenomen door de agenten, ik helemaal in rep en roer, kreeg een hartverzakking, viel bijna flauw, wist niet waar mijn kind naartoe ging. Is afgevoerd, in hechtenis gesteld en afgevoerd naar een cellencomplex. Volledig anoniem, want ik wist ook niet waar mijn kind naartoe ging en waar hij was. En nou, wat ze dus aangaven was dat ik telefonisch te weten zou komen, of tenminste geïnformeerd zou worden waar hij zich dan gaat of zou gaan bevinden. Nou, uiteindelijk gingen er uren overheen en wist ik het in de middag nog niet. Dus ik heb echt urenlang in stress gezeten. En nou, stress, dat is nog mild uitgedrukt. Maar goed, nou, dat is dus eigenlijk een beetje de reden, dit verhaal. Dat had zo'n impact. Uiteindelijk is hij natuurlijk, en dat wist ik ook, gewoon volledig onschuldig. Is slechts een getuige geweest van een situatie waar hij dus totaal niks mee te maken had. Heeft niks gedaan, is wel daar in de buurt geweest van het plaatsdelict. En daar wil ik het ook even voor nu bij houden. Maar goed, ik ben toen destijds live gegaan op Facebook. En er waren superveel kijkers, heel veel reacties, superveel reacties. En toen ben ik dus gelinkt aan een heel leuke organisatie. Dat heet Control Alt Delete. Die komen dus op voor rechten, de rechten van jongeren. Vooral als zij te maken krijgen met bepaalde autoriteiten zoals de politie. Waarbij ze bijvoorbeeld of onschuldig worden bevonden van een feit die zij niet hebben gepleegd. Of, nou ja, uitleg, hè? Wat zijn je rechten, hoe ga je om met de politie. Nou, gewoon eigenlijk heel positief dus. Dus ze komen gewoon echt op voor jongeren. Ze hebben mij vanaf die donkere dag
tot en met nu eigenlijk. Hebben ze mij heel goed bijgestaan als moeder. Want hè, je moet je voorstellen, je maakt zoiets voor het eerst mee. Ik ben helemaal ten einde raad. Rep en roer. Alle toeters en bellen. Dus ik was zo gestrest. Zo gespannen. Ik kon niet rationeel nadenken. Dus ik was heel erg blij met hun steun. Dus Control Alt Delete. Alle medewerkers. Super bedankt voor alles wat jullie voor Jaden en voor mij hebben betekend. En nog steeds betekenen. Nou, over Control Alt Delete gesproken. Zij hebben dus geregeld dat wij een interview krijgen bij het Linda Magazine. En de editie komt dan in maart uit. Maar nu treffen ze dus allemaal voorbereidingen. Dus wij hebben dus vandaag een fotoshoot. Het interview is al geweest. En vandaag dus de fotoshoot. Voor Jaden hartstikke leuk. Want het is toch een soort, hè, ook al is het heel naar geweest. Het is toch wel een vorm van nou, even in het zonnetje gezet worden. Nieuw outfitje, lekker op de foto. Even een beetje in de schijnwerper staan. Nou, voor elke puber is dat natuurlijk hartstikke leuk. En hartstikke spannend. Dus ik vind het heel erg leuk voor Jaden. Dus ja, we hebben dus om 4 uur daar een afspraak. Dan rijden we naar Amsterdam-West toe. En dan gaan we het allemaal zien. En dan laat ik het gewoon allemaal over hem heen komen. Dus ik denk ook dat hij daardoor in de ochtend een beetje ging tegenstribbelen. Hij vindt het natuurlijk hartstikke spannend. En is er ook enthousiast over. Vooral naar vorige week. Vorige week heeft hij nog een zitting gehad. En moest een getuigenverklaring afleggen. Nou, toen kwam alles ook weer naar boven bij hem. Zo naar hele pittige vragen die er op hem afgevuurd werden. En hij is natuurlijk nog maar pas 13 geworden. Dus dat is ook heel heavy. Maar even terug te komen op het feit. Ik vind het gewoon heel erg jammer. Dat er eigenlijk nooit een excuus is geweest naar Jaden toe. Nooit een excuus. Nooit iets. Alles wat zo groot in de media was uitgericht. Want hij kwam dus ook echt in krantenkoppen gewoon. Met de koptekst 12-jarige dader van een steekincident. Nou, allerlei nadigheid. Klein straatschoffie van 12 jaar. Die nauwelijks op zijwieletjes kan fietsen. Pleegt hè, feiten, een delict. Dat waren best wel heftige dingen die hij dan allemaal te zien kreeg. En ja, er constant aan herinnerd werd. Maar goed, ook dat is ook nooit hersteld. Want als ik bijvoorbeeld nu ga googlen, komt alles gewoon nog steeds in beeld. Dus nou, we hopen ook gewoon echt met dit interview en wat er dus komt te staan in de Linda. Dat wij andere kinderen, zowel jongere kinderen, in dit geval ja, Jaden was gewoon echt nog een kind. En ging dan net hè, naar de puberteit toe. Dus ik, voor mijn gevoel en naar mijn optiek, was hij op dat moment ook echt een kind. Hij begint nu wel een beetje te puberen. Maar hij was gewoon nog echt een kind. 12 jaar. En dan al zoiets heftigs meemaken. Ja, dat gun ik gewoon geen enkele moeder. In een ander filmpje. Ja, zoals ik al net aanhaalde. Zal ik daar gedetailleerder op ingaan. En natuurlijk ook echt zou ik willen netwerken. En contacten willen zoeken met moeders. Die nou, dit soort situaties ook hebben meegemaakt of vergelijkbare situaties waarbij er gewoon onheus is omgegaan vanuit de politie of hè, vanuit andere ambtelijke functies waarbij ja, moeders ja, in het nauw werden gedreven of worden gedreven. Maar goed, ik zal daar echt even op in een ander filmpje op ingaan. Ik wil jullie gewoon even meenemen naar het vrolijke voor vandaag. Is dat hè, die fotoshooter staat. En ik laat het gewoon even allemaal over me heen komen. En daarnaast wens ik jullie alvast een hele fijne dag. Maar voordat ik ga afsluiten, wil ik nog even teruggaan op het begin. Nou, ik weet niet of ik dat verteld, maar wat ik dus wil bereiken met deze filmpjes is gewoon leuke dingen delen, maar ook gewoon bijvoorbeeld discussies bespreekbaar maken of dat ik mijn mening kan uiten of een onderwerp die er ergens in de lucht hangt. Hè? Nou, ik zal niet zeggen corona, want daar zijn al genoeg discussies over. Heb ik ook helemaal geen zin in. Ik heb er ook geen baat bij of nou ja, baat bij. Ik weet het niet, maar ik wil het daar gewoon eventjes niet over hebben. Dat maakt mij ook gewoon heel erg moe. Ik ben gewoon ook echt corona moe.
Dus dat soort discussies zullen er niet gaan worden, maar meer gewoon onderwerpen. Waar lopen ouders tegenaan? Waar lopen moeders zoals wat ik heb meegemaakt? Waar loop ik tegenaan? Ik heb bijvoorbeeld mijn oudste zoon die heel erg ziek is. Nou, daar wil ik het dan een keer over hebben en kijken of ouders vergelijkbare dingen hebben meegemaakt of meemaken. Zoals met Jaden, wat ik dus net aanhaalde, met de politie, justitie, die daar op vroege jonge leeftijd in alle onschuld mee te maken krijgt. Nou, dat vind ik gewoon hele belangrijke onderwerpen. De puberteit, zoals van mijn dochter. Hè? Wat doen jullie dochters? Zijn ze ook al allemaal op die leeftijd al, hè, zich helemaal aan het optutten en heel erg bezig zijn met hun uiterlijk en noem maar op. En natuurlijk, nou, dus de leeftijd van Zion, die is 6. En nou ja, ook altijd heel leuk om daar wat over te vertellen. Maar ook gewoon dat jullie dingen met mij delen. Of ook mijn tips kunnen geven, want daar sta ik volledig open voor. Nou, huwelijkskwesties, relaties, noem maar op, grappige dingen. Dus ik zal ook echt even langs gaan, bijvoorbeeld bij vriendinnen en met hun gewoon leuke filmpjes opnemen. Of met familie leuke filmpjes opnemen, mits ze daarvoor openstaan natuurlijk. Wat ik ook echt in petto heb, en dat zal al op zeer korte termijn gaan worden, dat ik een top 3 ga maken van beauty spa salons in Lelystad, want daar woon ik dan. Niet leuk, ik heb het hier eerlijk gezegd niet altijd naar mijn zin, er is niet zo heel veel te doen hier. Maar goed, ik zit in mijn huis en ik ben blij, ik ben tevreden. God heeft me gezegend met een dak boven mijn hoofd, een bed om op te liggen. Ik eet en drink wat ik wil elke dag gelukkig. Dat maakt mij al rijk. Dat is mijn rijkdom. Ik heb mijn kinderen. Dat is mijn rijkdom. Meer hoef ik eigenlijk ook niet. Wat erbij komt kijken, leuk. Maar dat is niet mijn prioriteit. Ik ben gewoon tevreden met de dingen die ik heb. En daar dank ik ook de Heer voor, de Heere God. Dat Hij mij zo heeft gezegend. En ja, rijkdom zit hier van binnen. Dus dat vooral. Maar ik ga jullie zeker meenemen met die top 3. En nou, de beauty of spa salon waar ik dus heel erg tevreden over ga zijn, die ga ik dan meenemen in het filmpje. Dus ik ga niet bij alles gaan filmen. Nee, ik ga het gewoon proberen bij een paar. En waar ik dan dus tevreden over ben, daar ga ik dan een vlog opnemen. Ik ga jullie ook vandaag meenemen naar de studio van Linda. Ik ga even kijken hoe ik dat ga doen met mijn cameraatje. Maar ik neem hem gewoon mee en dan zal ik daar ook een stukje gaan filmen. Zodat jullie even een impressie hebben hoe die dag eruit is gezien. En nou, als laatste, ik hoop dat jullie gaan abonneren op mijn kanaal. En er zit nog zoveel aan te komen. Er zijn een paar dingetjes die er ook aankomen. Suriname, voorbereidingen daarvoor, noem maar op. Ik ben dus ook bezig met het opzetten, of tenminste het opzetten. Ik heb een stichting en ik ben heel erg druk bezig om daar een leuk project voor op te zetten. Echt vanuit liefdadigheid. Daar wil ik jullie ook in meenemen. Maar nu praat ik heel veel dingen door elkaar heen. Dus ik ga dat allemaal heel netjes sorteren in, nou ja, filmpje voor filmpje voor filmpje. Dat steeds weer iets aan bod komt. Want ik heb wel echt te veel. Dus even een stapje terug nemen. En ik ga het gewoon lekker in etappes delen. En als jullie bijvoorbeeld vragen hebben aan mij, nou, doe dat lekker in de comments. En ik ga daar dan ook gewoon lekker op reageren. En ik sta echt lekker open voor vragen. Hebben jullie tips voor mij of feedback? Geef dat vooral, want dan kan ik ook bepaalde dingetjes gaan verbeteren. Ik ben altijd ik zie feedback altijd heel positief. Dus ik ga dan ook gewoon de dingen verbeteren. Mochten jullie tips hebben of iets wat ik kan veranderen, prima. Dat is helemaal welkom. Wat wil ik ook alweer zeggen? Oh ja. Mijn ochtendroutine, want daar had ik het over. En ik had gewoon echt het belangrijkste gedeelte heb ik er gewoon uitgelaten. Jeetje mina. Nee, nog eventjes voordat ik opsta, voordat ik überhaupt mijn bed uitga, probeer ik in ieder geval dit te vermijden. Maar ik pak hem toch, want ik open hem en dan, ik zal het even laten zien. Heel snel, want ik heb niet zoveel tijd meer. Ik moet me ook nog gaan klaarmaken, want ik heb mijn haar wel een beetje netjes. Maar ik moet gewoon dit even restylen. En zodat ik toch een beetje fris en fruitig de deur uit kan gaan zometeen. Maar goed, ik zal het even laten zien. Ik open dan de Bijbel-app en dan lees ik gewoon de tekst van de dag. Of soms een andere tekst, wat mij gewoon positief kan gaan bemoedigen.
En die bemoedigingen zullen zeker terugkomen in mijn filmpjes. Want ik ben echt van de positive vibrations en motivations. Dus ook dat ga ik doen. Maar goed, ik wens jullie allemaal een super fijne dag. Een hele gezegende dag, mensen. En ik ga dit nu even afsluiten. En dan hervat ik het weer als ik bij de Linda ben. Bye bye, swai swai, ciao. Zo mensen, we zijn nu eindelijk aangekomen in Amsterdam. En even kijken hoe het hier heet. Studio Ernstige Zaken zijn we. Dus we zijn benieuwd of Jaden. Ja. We zijn al op ons aan het wachten. Woe. Zo, kijk eens. Jaden die is lekker met de make-up bezig. Poedertje erop, hè Jaden? Vind je het spannend? Ja, ik kan me voorstellen. Nou, het is zit er daar ook voor dat je hem erg vindt. Jaden die is even bezig met de vieze schist. Zoals jullie kunnen zien. Kijk. Ik ben hartstikke mooi opgemaakt. Echt super tevreden. Super mooi. Mijn haar ook nog even wat extra gesteld. Ziet er weer fris uit allemaal. Nou ja. Nou, is klaar. Dus wij gaan weer verder. Hoi. Zo. Kijk. Heel benieuwd wat voor kleding we aankrijgen. Hè Jaden? Niet zo verlegen. Ik wil niet op de camera. Dit is iets meer. Schaam me je een beetje voor me. Ja. Huh? Jaden schaamt zich voor me, mensen. Ook niet leuk. Nou, ze zijn dus echt aan het kijken wat voor kleding het beste bij ons past. En dan gaan wij dan zo meteen de foto's maken. Dus ik ga nu weer even stoppen en dan ga ik zo weer even hervatten. En dan gaan we even kijken wat voor kleding Jaden aankrijgt. En ik natuurlijk. Bye! En Jaden krijgt een mooie roze hoodie aan. Ja. Ik ben benieuwd hoe dat staat. En ik heb een hele mooie frisse blauwe hemd aan. Oh, mooi. Zat. Een beetje tussen paars en roze in. Oh, mooi. Huh? Past ook mooi bij je huidskleur. Ja, ik weet het. Het is roze. En hij denkt, oké. Maar voel je er oké bij? Bij de roze voel je er wel oké bij, of niet? Want anders hebben we ook gewoon op een andere kleur. Ja. Je moet het wel zeggen. Als je er niet comfortabel bij voelt in het roze hoodie. Ik vind het mooi. Wat was die andere kleur die je had? Dat was... Nou, ze gaan Jaden even een andere laten zien. Oh, die is ook wel mooi. Hier gewoon deze of zo. Ja? Ja? Ja, dat staat je echt super mooi. Ik vind hem echt mooi. Echt mooi. Ja, hij staat echt heel leuk. Word je niet ook even wat anders. Ik ga hem weer wat lipstick geven. Oh ja, ik heb blauw aan. Ja. Kijk, dat is dit world. Daar moet alleen even kijken of het niet een beetje te zien dat ze dan. Ik vind het ook leuk. Dat is eigenlijk beter. Ja, dat denk ik wel. Ja, doe dat nog maar. We gaan nog even wisselen van blush. Oké. Past denk ik wel bij het lipstiftje, die bijna hetzelfde blauw. Daarom keek ik meteen om. Zo, wij zijn klaar. Wat vond je ervan, Jaden? Ik ga heel even je mening vragen. Vond je het leuk? Ja. Dat was snel, hè? Ja. Ja. Oh, je ziet er ook erg moe uit. Ben je moe? Beter. Ja, ik kan me voorstellen. Je bent ook super vroeg opgestaan. Nou, we gaan zo meteen even kijken wat het resultaat is geworden. We zijn heel erg benieuwd. Ben jij ook benieuwd? Ja. Ja. Super benieuwd.
Nou, kijk hier, ik zal even 360 graden draaien. Dit kledingrek. Oh, leuk hoor. Zijn dit allemaal setjes? Hou jij dit zelf? Shop je deze kleding zelf? Of, ja, dit is dan wel speciaal voor jullie. Die hele rek? Of, Dit allemaal, oh, ja. Echt? Ja, genoeg. En dan gewoon kijken van wat past er. Ja, en we hadden wel een beetje de kleuren natuurlijk al mooi bij jullie. Ja, leuk. Staat. Leuk. Nou, de visagist heeft ook echt super goed haar best gedaan. Want ik ben wel echt tevreden over de make-up. Nog nooit, ik ben nog nooit eerder zo opgemaakt. Ik doe het meestal altijd zelf, heel basic. Ik doe maar wat. Totaal niet professioneel, maar ja, voor mijn gevoel af en toe wel goed. Hey mensen. Nou, oh mijn god. Jeetje, waar moet ik beginnen? Nou, ik zal beginnen bij het begin. Het begin van het verhaal is dat de dag uiteindelijk super is geslaagd. Studio was leuk. Kledingkeuze, heel apart. Echt super apart, maar wel leuk. Want ik ben wel echt hartstikke tevreden met de fotoshoot. Het resultaat daarvan in ieder geval. Maar de terugweg, jeetje, toen we daar weggingen. Oh ja, we hadden ook een heel leuk cadeautje gehad. Ik zal hem even in mijn beeld pakken. Kijk eens. Wat we hebben gehad, Jaden en ik. Ja, super lief. Dat we nog een presentje erbij kregen. Ik heb hem nog niet uitgepakt hoor. Dus vraag me niet wat het is. Maar het zal wel goed zijn. Maar goed. Wat dus het hele punt is geweest, is dat wij verdwaald waren. In Amsterdam-West, gewoon echt letterlijk een half uur. Navigatie kon hem ook allemaal niet vinden, want wat bleek, er waren heel veel wegwerkzaamheden. Uiteindelijk kwamen we op de snelweg gaan op de A10. Nou, ook weer anderhalf uur file. Oh my god, het was gewoon niet te doen. En Jaden werd helemaal gefrustreerd in de auto. Gelukkig had ik gezegd, ga maar lekker op de achterbank. Misschien wil je slapen. Nou, en dat bleek ook nog dat mijn tank bijna leeg was. Echt schande. Maar goed, ik had het gered. Want de eerste beste tankstation, die van Muidenberg, die is dus gesloten. Dus ik moest echt wachten totdat ik in Lelystad was. Kon ik bijtanken. Uiteindelijk heb ik het gered naar huis toe. Maar ik ben echt kapot. Ik heb gewoon al met al bijna 2 uur in een file gezeten. Het is zo niet chill. En ik ben gewoon boos. En niet eens boos hoor. Dat niet. Maar ik ben gewoon geïrriteerd. Ook niet. Ik ben ook niet geïrriteerd geweest. Goed, ik heb het maar over me heen laten komen. Dat was het. En ik heb het overleefd. En ik ben thuis aangekomen. En ik ben nu lekker thuis. En ik... Ik denk dat ik zo meteen gewoon even een rosé'tje ga drinken. Oeh, even een beetje zen. Want ik ben er gewoon aan toe. Ik ben er gewoon echt aan toe. Dus dat ga ik gewoon nu even lekker doen. En dan ga ik lekker onder de douche. Of in bad. Ik kijk wel even wat ik ga doen. En dan ga ik gewoon lekker slapen. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie hebben genoten van dit leuk filmpje. En dat ik jullie heb meegenomen op deze dag. Bye bye, swai swai, ciao.